Zo, laatste keer hebben we Gaara verslagen in zijn giant squirrel form. Ja. Of is het Tanuki? Whatever. Tanuki. Tanuki. Zijn dat hetzelfde ding of zijn het twee andere dingen? Nee, dat waren andere dingen toch? Dat is een beetje, hè, dat hebben we verslagen. We hebben, hebben verteld over de vriendschap, weet je, onze religie. En nou komen de Akatsuki ons aanvallen, want ze willen Naruto hebben. Waarom willen ze Naruto hebben? Geen idee. Wie zijn de Akatsuki? I don't know, maar er is een hele, wat noem je dat, bekend gezicht hier zo. Voor een of andere reden heeft hij Sharingans en alles. What the fuck is hij? Dus anyway, de Akatsuki zijn een groep rogue ninja's met een eigen agenda. Ze zijn zwaar sterk en zwaar crimineel. Anyway, dit is Itachi. Natuurlijk, dit is Sasuke's oudere broer die de hele fucking clan heeft fucking gegenocided. Yes. En vanwege zijn misdaden gaat die Kakashi zo ver om af te slachten dat hij, damn son. Is dat, ook in de anime gebeurd? In Shippuden? Nee, dat is gewoon, Cyberconnect Een 2 game day. animators die Cyberconnect 2 animators willen zijn. I see. Alles over de top als shit maken, ik hou ervan. Dat is mooi. Liever dat ook. En Itachi is aan het fucking show-off, hè? Kijk naar deze show-off. Dat is een beetje wat hij doet, om eerlijk te zijn. Dat is gewoon zijn ding. Ja, let me just, mind rape everybody, every single minute. Not, don't blame him, it's effective. Het is effectief. En ze komen Sasuke en Kakashi, maar vooral Sasuke. En zo, what the fuck is Jesse aan het doen? Ik wil dat hij zijn ultimate aanval doet, godverdomme. Ah, rape me daddy Itachi. Rape me daddy Itachi. Ik haat dit, ik haat. It's like, it's zo'n cool moment, right? It's a fucking mind rapes and shit. De maan viel op me. Shit. Het is de plot van de last move van Naruto. It's like, it's so cool, weet je wel. Het ding met Itachi's mind rape en shit. Hoe alles zo surreal is. Maar daarna, op een gegeven moment word je er zo moe van. Is like, na de eerste 2 minuten heb begrepen het wel, maar dan gaat het nog door voor een andere minuut of twee. Oh, doen ze gelukkig niet meer. Ja. So what the fuck betekent Sharingan mode though? It's like the modes and shit. Is dat gewoon een power speed power boost in of zo? Iedereen heeft gewoon een awakening. Kakashi is gewoon dat hij echt gebruikt de Sharingan. Damn it, Jesse, they need a fucking. What the heck was that? Oh, de ding is is op. I see. Hij wil gewoon blokkeren als een lul. Dat is waarom computers haat. Ze dus blokkeren voor elke keer. I wasn't supposed to win this one. Nee, Kashi had gewoon fucking floor. Was holy shit. Hij hoort gewoon hier zo verkracht te worden, to be honest. Anyway, ondertussen gaat onze oude perverted vriend Jiraiya met Naruto op avontuur. Want ze willen dat, omdat de Hokage natuurlijk dood is, willen ze een nieuwe Hokage. Nou, ze wilden eerst Jiraiya hebben, maar Jiraiya zegt, fuck you, I'm not doing this shit. What about Tsunade? What about Tsunade? We waren nooit eens kunnen vinden. Dus gaan we voor Great Grand avontuur om haar te vinden. En Naruto gaat specifiek mee om een nieuwe techniek te leren. Ja, dat is het, hè. Dat is niks anders. Maar ondertussen gaat Akatsuki achter hem aan, we're fucked. Oh, we kunnen als guy spelen. Oh yeah. Maar het hele ding is, blijkbaar is Jiraiya heel erg getalenteerd ook. Is een hele goede. Hij is een Shannon voor de reden, right? Shannon. Shannon. Je zou het echt beter zijn in de Pain Arc, want dat is waar hij zijn volle kracht gebruikt. Hij is een Shannon voor een reden. Het is gewoon, hij zegt het zelf ook. God, ik ben te lui voor deze serieuze shit. Weet je, ik regel iemand anders wel. En Orochimaru kan niet, want je weet, Orochimaru. Alright, Gai-sensei komt tevoorschijn en is een beetje cool aan het zijn. Zo'n beetje. Kan ik zeggen? Wat was de hele. Oh, maar dat komt omdat Gai's playstyle daar. Hij is niet zoveel anders dan. Hij is gewoon
weer zwaar in plaats van snel. Ik guess dat wat gebeurt wanneer je ouder wordt. Maar je doet weer schade, het is gewoon, je bent slower. Ja. Fuck me, Gai-sensei is nog steeds fucking badass. Oh, oh ja. Duur, hij was... Maar het, volgens mij de verschil tussen Gai-sensei en like, Rock Lee is dat hij wel weer ninjutsu kan gebruiken. Of niet? Hij zou een beetje kunnen gebruiken, maar hij is zeker beter meer van de... Taijutsu. Ja. Dat is de reden waarom hij zoveel in Rock Lee zag gewoon. Ja. Maar je kan zien met hem, hij is geen master in ninjutsu of genjutsu, maar hij kan zichzelf wel verdedigen wanneer iemand een genjutsu wil gebruiken, zoals je ziet. Ja, zo in de vorige arc. Hij heeft ook de beste ultimate aan voor het spel. Oh, dit is wel shit. Wel, het beter ook, het fucking Gai-sensei. En zei, hij mag een shitty fucking kleren een pak aan hebben, right? Maar het is motherfucking Gai-sensei. Alright, daar hebben we 100 push-ups te doen. Dat is Gai-sensei voor je. Ik vind het perfect. Dat is al je ding. Ze hebben altijd deze insane gedoe waarbij ze zeggen, oké. Als ik deze object niet kan behalen, ga ik nog een moeilijker object erbij doen. Zo weet je. Dat is ook niet zo sterk. Dat is de reden waarom ze achterlijk sterk zijn als een karakter. Hij is like Jesse Verdi die een challenge livestream doet. Nou, ik kan Final Fantasy V normaal spelen, maar hier is de roulette. 3 blue mages en een monk, oh fuck. To be honest, de fucking moment dat je de berserker had gevonden, is like, je fucking hield van de berserker. Zo'n beetje. Is gewoon, het is de klas dat je geen controle over hebt, maar wel achterlijk veel schade. Maar oh nee, je hebt geen controle over, maar ik vind dat fucking lekker. Oh ja, yeah, dat power trip. Ja, wel, ik zijn. Like, als je één berserker hebt, is het goed. Want de rest kan wel doen wat ze willen. Maar ja, de berserker is taak gewoon om aan te vallen schade te doen. Dus wat meer hoef je te doen. Ja. We hebben dit al eerder gezien. Een andere keer toen we aan het trainen waren, dus wat heb ik tenminste gezegd niet ook. Dat was wel eigenlijk een heel leuk ding met zijn training in school. Dan zit Naruto te trainen. En dan zit hij de hele tijd bij Brotels voor een goed fucking maand. En dan zei ik, opnieuw, voor de mensen die misschien afvragen, was het ook echt een maand? Is like, als je bij die aflevering krijgt Jiraiya een wat is dat? Is er een kaart waar je kan opstempelen dat je er bent geweest. En er zijn er volgens mij goed 30 dagen op. En hij heeft volgens mij 3 weken of zo is hij daar is het volgestempeld. Weet je wat ik grappig vind? Nou? Er zijn nu Brotel in plaats van Bordeel ook. Oh, het keep changing it. Nou, ik ben degene die het eerste zijn, dus ik heb je infected. Ja, dat is dat moment wanneer onkantjes die gewoon doorgaat met shit. Ja, ik heb niet veel zitten luisteren naar de muziek omdat het ding zo zacht zit, maar ik merk wel steeds dat je die ultimates dat de muziek verandert. Ja. Ook, en iedereen heeft zijn eigen ultimate team. Huh. Het soundtrack is best wel goed, het is zo stil. Wanneer we het aan het opnemen zijn, dat gaat best met vechtspellen. Dat gevoel wanneer je aan het spelen bent. Maar voor opnames en zo, wanneer je aan het commenteren bent, hoor je het bijna niet. Dat is jammer, want het soundtrack is eigenlijk heel erg goed. En het is beter ook, voor mijn part, dat ik het spel zachter zet, right? Anders hoorde ik de hele tijd Naruto kreunen en dan kon ik Jesse er niet doorheen verstaan. Ja, maar dat is het ding ook. Ik zou dus liever willen dat de geluidseffecten wat zachter zijn, zodat de muziek goed kan horen. Sommige spellen hebben altijd dat setting, dus ik zou niet vechtspellen moeten doen. Ik moet altijd uitvogelen welke setting goed is. En soms wat je hoort in gameplay is wat je hoort wanneer je het opneemt. Right. Want de sound effects klinken luid nu. Wanneer ik naar mijn editor kijk, is het hele geluid van het spel is zacht. Huh. Heel graag. Ik zou zeggen, zit je wel eens met de volume mixer te spelen en zo? Maar nu ik over nadenk, het is niet Dragon Ball Kakarot, right? waarbij het voor de streams doet. Ja. Daarbij hoef je niet de volume mixer mee te gaan bespelen. Precies.
Dus deze spel moet gewoon op 100% staan, tenzij op de... Nee. Toch? Nou, zit de formule van het spel, als je de formule van de PC gewoon al van zachter zet, dan zet je... Nou, Katsuke heeft ons gevonden. Ik weet niet of Sasuke in het gevecht of Jiraiya. Ik denk Sasuke. Wordt leuk. Oh ja. Gaan we voor een inaccuraat gevecht, dat is altijd leuk. Maar nou, ik heb opeens meer zin omdat ik Avatar de lessen heb en het is spelen dan dit. Wel, omdat het een beetje hetzelfde eruit ziet. Ja. En heeft de... Wat is dit voor randomized gevecht? Wel, je hebt like sidequests en shit. Maar ik speel nooit, ik kan nooit als haar spelen, dus ik denk van ik laat haar ultimate zien. Why not, I guess. You know, it's beter dan wat ze eigenlijk kan. Ja, dat is een beetje hoe het is. En ze denkt, alles wat zij kan doen is gewoon zo'n beetje, like, wat mensen's lichaam overnemen en zelf nutteloos zijn. Ja. En verslagen worden door Inner Sakura. Dus nou is het in zijn kamer, weet je wel, zijn kamer te wachten. En dan komt daar Katsuki aankloppen en is like, hey, you're getting fucked. Maar geen zorgen, Sasuke is hier om ons te redden. Zeg, van wat ik weet, volgens mij was het like, Naruto zag Itachi en hij had al like een fucking... hij was al gelijk geïntimidated door Itachi en is like... Alice, look at him! Maar is like, wat... Had hij like gemerkt dat het like Itachi was of had hij gedacht van, wie the fuck is dit? Ik dacht dat eerst dacht van, wie the fuck is dit, maar... Toen kwam Sasuke schreeuwen, Itachi! Zoiets. Oké, Jesse, wat je ook doet, wij maken zeker... Oké, het begint al anime accurate door like, eerst de Chitauri af te vuren. Nu, wat je ook doet, wordt zo vaak mogelijk geraakt door zijn mindfuckery. Ja, dus ik moet toch eens het gevecht winnen. Nee, dat mag niet. Anders kan ik je verder met het spel, anders... Alice. Dus hoe anders krijgen we like, emo Sasuke? Ah, wacht, hij was altijd al emo. Ja, dat is gewoon nu super emo, weet je wel? Ja. Yeah. Het is lekker hogere level. Whatever you can do, I can do better! Hey, Onichan, like, kijk naar de papier bommen gaan. Auw. Ah, jeez. Dat is wel het jammer dat hij is, like. Al dat fucking family bonding dat Sasuke probeert te doen met zijn vader en broer, daar krijgt er fucking geen reet van. Volgens mij zit je eigenlijk nu echt verneukt te worden door de computer en zo, door de AI. Wow, dat is sterk, Dennis! Oh, nou, ik heb praten over hoe like, fucking cool de fucking ropes zijn van Akatsuki. Ja. Ze hebben echt een sense of style. Ja, het is eigenlijk een andere bepaalde organisatie. Die ook een hele goede rope had. Ja, maar deze heeft meer style. Ja, dat heeft meer. Gaan dan alleen maar uit, like, it's black. Maar ik vind de organisatie dating like, code school en zo. Maar ik zou dit eigenlijk buiten dragen. En intimidating. Ik zou gewoon buiten gaan met intimidating. Ik like, oh fuck. I'm coming to die. Well, je hebt de ogen van de fucking... Je hebt de ogen van iemand die dood is. So, ik heb spelen. De ogen van een terrorist. Ik kan... So like, had deze video dat ik een aanval gekregen? Want volgens mij niet, hè? Nee, was te kort. Mooi. Ik moest dat erin doen. Ja, je moest dat erin doen. It's like, let's be real here.
Nou, maar hoe vaak je hier Sasuke ziet winnen, het was een fucking... Weet je wel, illegaal voor YouTube, om het zo te zeggen. Hey, we kunnen het eigenlijk als Jiraiya spelen. Hij is fucking langzaam. Well, you know, the frog hermit is like, you know, wat verwacht je anders? Dat hij Sage Boat gaat gebruiken. Nou, dat is ridiculous. Is dat eigenlijk wel hier? Nee, hij zit in dit spel. Het is in de Pain Arc, dus in Shippuden 2. Right. Shippuden 2 of bedoel je gewoon like DJ Storm 2? Oh, niet DJ Storm 2, maar bad. Nee, er zijn andere Shippuden, Shippuden 2. What about Boruto? What about Boruto? Shippuden 2 met dubbel de filler. Oh no. Dubbel de filler? Dat betekent gewoon dat het compleet filler is. Dat is gewoon, dat is like, eerst 50%, nou is het 100%. Ja, ik vraag me like, echt af, is, like, ik weet dat het Senkan zijn techniek is die ook aan de vierde Hokage heeft geleerd in Naruto. Nee, ik denk dat de Hokage heeft het gemaakt en hij heeft geleerd van de Hokage. Oh, nou. Hij was de fucking meester van de Hokage van alle dingen. Ja, weet je, maar de meester kan van de leerling leren of niet soms. Nou, dat doesn't exist. But yes. Ja, het was like de Hokage die like de Rasengan had gemaakt. Maar hij heeft het toch niet perfect gemaakt. Nou, de Hokage had het niet perfect gemaakt? Nee, de Rasengan is nog steeds niet perfect. Huh. En je zal begrijpen waarom later. Ja, dat is wat ik verwacht zo'n beetje als jij dat opnoemt. Het gaat weer over elementen namelijk. Dus ik weet buiten dat wat anders doet daar eigenlijk, is dat ik zie altijd like Kekker Summon in het spel en laat weer een keer zijn, hij noemt zichzelf ook de fucking Frog Hermit. Je zult zien in like de Pain Arc, want dan gaat hij op vol kracht. I see. Je zou zelf toevallig de vuur element. Oh ja. En de Uchiha klein is like heel erg goed met de vuur element meestal. Dat is waarom ze altijd fire breathing kunnen doen. Right. Maar Sasuke is ook, kan ook dus ook heel goed de elektrische element. Het wordt uitgedrukt. Chidori. Chidori. Ja.